Welkom bij de examentraining Natuurkunde, Trillingen en Golven. In deze examentraining ga ik eerst even met je kijken naar wat de inhoud van dit domein is. Dan heb ik een oplosschema dat je kan helpen bij het oplossen van problemen, maar ook bij het leren. En tot slot heb ik verschillende voorbeeldopgaven. Nou, eerst eigenlijk het verschil tussen een trilling en een golf. Bij een trilling heb je een periodieke beweging rond een evenwichtstand. En bij een golf heb je een trilling die in één punt begint en zich dan uitbreidt over de ruimte. Welke begrippen zijn nou belangrijk bij een trilling? Daarvoor heb ik hier even een massa-veersysteem, een gewichtje aan een veer. En als ik het een beetje naar beneden trek, dan gaat die op en neer trillen. Ten eerste de evenwichtstand. Als je dat gewichtje aan een veer hangt, dan komt die veer ergens in evenwicht. En dat is de evenwichtstand. Als ik het gewichtje eraf haal, dan is die veer korter. Als ik het gewichtje eraan hang, dan rekt die veer uit. En op een bepaald punt is die in evenwicht. Die positie is de evenwichtstand. Dan kan ik hem een uitwijking geven door hem een klein beetje naar beneden te trekken. En dan gaat hij trillen. En de maximale uitwijking, dat is dan de amplitude. Dat is U max en daar wordt ook wel de letter A voor gebruikt. Nou heb je een bepaalde periode. Je ziet dat die massa in een bepaalde tijd op en neer gaat en dat herhaalt zich. Dat is de trillingstijd of de periode. En hoe vaak die nou in een seconde op en neer gaat, hè, dat is 21, nou ongeveer 1 keer per seconde, dat noem je de frequentie. Dat is 1 gedeeld door die periode. En dan heb je ook nog het begrip fase of faseverschil. Als je naar dit gewicht kijkt aan die veer, dan zie je dat hij op en neer gaat en dat hij op een bepaalde positie in zijn trilling zit. Dat noem je de fase. Als we zeg maar de beginpositie 0 noemen, dan is die hierboven op de helft van zijn trilling. Dus fase is een half en hier beneden is die weer aan het begin van zijn fase. Dus dan heeft hij 1 hele trilling uitgevoerd. En dat noem je eigenlijk fase 1. En het faseverschil is dan het verschil tussen de fase in verschillende posities van die massa. Ja, wanneer gaat iets nou trillen? Dat heb ik net eigenlijk al laten zien met die massa-veer. Je hebt een kracht nodig op een massa die massa weer terug naar de evenwichtstand wil werken. Dus in dit voorbeeld zie je het gewichtje en de veer die trekt naar boven. Als ik het gewichtje naar beneden trek, is de uitwijking naar beneden, maar de kracht is naar boven. En als die door de evenwichtstand omhoog vliegt, dan is de kracht naar beneden gericht, terwijl de uitwerking naar boven is gericht. En daardoor gaat die trillen. En daar is een speciaal geval, dat is de harmonische trilling. Dan heb je ook zo'n kracht die de massa terug wil brengen naar zijn evenwichtstand, maar die voldoet aan de volgende formule. F is min C, een of andere constante, keer de uitwijking. En dat heb je dus bij een veer bijvoorbeeld. Je herkent hier denk ik wel de formule in voor een veer die voldoet aan de wet van Hooke. En het UT-diagram is dan een sinusoïde. De periode kun je ook berekenen met een formule. Die geldt dus voor een harmonische trilling. Dat is deze formule. Trillingstijd is 2pi keer de wortel uit de massa die aan die veer hangt, gedeeld door de veerconstante, of de krachtconstante meer algemeen. Nou zie je dat die massa door de evenwichtstand vliegt. Daar gaat hij het hardst. En dat kan ik nog een keer laten zien hier. Aan de uiteinde. Daar gaat hij het langzaamst, maar door die evenwichtstand, daar gaat hij vrij snel doorheen. En die maximale snelheid van zo'n gewichtje, dat kun je berekenen met deze formule. Vmax is 2pi keer de amplitude gedeeld door de periode. Nou, er zijn er ook golven. En bij golven heb je ook begrippen die van belang zijn. Namelijk een golfsnelheid. Ik heb hier een hele lange veer. En daar kan ik in demonstreren dat er een golf beweging in kan ontstaan. Even kijken of dat goed gaat zo. Ik moet eerst een beetje stil hangen. Als ik hierboven de veer een klein beetje optil en dan loslaat, dan vliegt er een puls door de veer. Ik weet niet of het zichtbaar is op de video. Hier gaat hij er doorheen. Ik kan het nog een keer laten zien. Dus die golf, die trilling, die plant zich voort door deze veer. En dat doet hij met een bepaalde snelheid. Dat is de golfsnelheid. Als je dat nou heel regelmatig doet, die trilling, dan krijg je een golflengte. Dan is het begin van de trilling is al een stukje ver weg.
als de trilling dan nog een keer begint, dan komt hij achter die eerste trilling aan en daar zit een bepaalde afstand tussen. Dat is de golflengte. Elk punt in die veer gaat trillen. Dat is dus het kenmerk bij een golf. Die trilling breidt zich uit en dat noem je dan een golf. Maar elk punt gaat dan trillen met een bepaalde frequentie, één gedeeld door de trillingstijd of periode. Ook hier heb je weer faseverschillen. Ook hier kan je dat zien, dat als ik hier die puls doorheen laat schieten en ik doe dat regelmatig, dan is er een bepaald tijdverschil tussen de twee pulsen. En dat heeft te maken met dat er ook een bepaalde afstand is en dat het een bepaalde snelheid heeft, die golf. En dat is dus het faseverschil. Nou, de golfsnelheid kun je berekenen met deze formule. Golfsnelheid is de frequentie van de trilling, die zich voortplant, hè, in die veer in dit geval, keer de golflengte. Dan zijn er twee soorten golven, lopende en staande golven. Bij een lopende golf heb je een trilling bij een bron, bijvoorbeeld mijn stembanden. En die trilling breidt zich uit in de ruimte, die plant zich voort. En zo komt hij bij de microfoon. En dat gaat dus door een medium, bijvoorbeeld door lucht of door water. In dit geval mijn stemgeluid door lucht. Maar je hebt ook staande golven. En bij staande golven, dat is een bijzonder geval van lopende golven, daar krijg je interferentie als er een soort inklemming is. Dus als de ruimte waarin de golf kan bewegen is beperkt. Dan krijg je dus resonantie van lopende golven. Die golven die weerkaatsen aan het uiteinde, komen terug en dat gaat resoneren bij een bepaalde frequentie. En de golflengte bij die frequentie die moet passen bij de lengte van de opsluiting. Daar heb ik ook een voorbeeld bij. Ik heb hier een PVC-buis, een meter lang. En als ik dan op één uiteinde sla, dan heb je een bepaalde toon. Dus die toon hoort bij de lengte van deze buis. En dat heeft ermee te maken dat de ruimte waarin dat geluid kan trillen of zich voort kan planten, dat is beperkt door de lengte van de buis. Als ik daar zo op sla, dan heb je een vrij hoge toon. Dan heb ik mijn hand erop en er snel weer af. Dan heb je deze lengte benut. Maar er is ook nog iets bijzonders als ik hem erop sla en dan mijn hand erop houd. Als ik erop sla en mijn hand erop hou, dan is die veel lager. Dat heeft ermee te maken dat ik nu een dicht uiteinde heb. Dus een lage toon en een hoge toon. Nou, hoe dat precies zit, dat komt zo nog terug. Oké, nu het beloofde oplosschema voor trillingen en golven. Dit is een soort samenvatting van dit hele domein. Ik heb er een paar dingen uitgelaten, dat is namelijk de fase. Ten eerste vraag je je af in een opgave, heb je te maken met een trilling of heb je te maken met een golf? Als je te maken hebt met een trilling, dan heb je een uitwijking tijddiagram. En dan kun je het hebben over de frequentie, dat is één gedeeld door de periode. Geldt er dat de kracht min een constant is keer de uitwijking, dan heb je een harmonische trilling. En wat geldt er nou voor een harmonische trilling? Dat de periode te berekenen is met deze formule. De maximale snelheid in de evenstand is met deze formule te berekenen. En de uitwijking als functie van de tijd, dat is een sinusoïde. Daar geldt deze formule voor. Daar moet je wel mee kunnen rekenen, maar je hoeft hem niet helemaal om te kunnen schrijven. En de grafiek van de uitwijking tegen de tijd ziet er dan zo uit. En hierin geef ik ook nog even de belangrijke begrippen weer. Dat midden eigenlijk, waar dat massa-veersysteem in evenwicht is, dat noem je de evenwichtstand. De maximale uitwijking is de amplitude. En één zo'n volledige beweging, dat noem je de periode. En ik noem net een massa-veersysteem, maar je kunt ook trillingen hebben in elektrische systemen. En dan staat er verticaal een uitwijking, dat is bijvoorbeeld spanning in een draad of een antenne. Maar nog steeds als functie van de tijd. Nou, bij een golf hoort ook zo'n soort grafiekje, maar dan is het een uitwijking plaatsdiagram. En ook daarin kan ik dat de uitwijking weergeven en de golflengte is daarin een volledige beweging eigenlijk van de golf. Ja, de snelheid heeft te maken met f keer lambda, frequentie keer lambda. Bedenk dan heel goed welke snelheid speelt hier een rol. Gaat het om licht, dan is het de lichtsnelheid. Gaat het om geluid, zoek dan de geluidssnelheid op in Pina's tabel 15a. De geluidssnelheid hangt af van de luchttemperatuur, maar ook bijvoorbeeld of het lucht is of water enzovoort. Dan heb je transversale en longitudinale golven. Transversaal wil zeggen
denk dan aan een gitaarsnaar, dat de trilling, als die op en neer is, dan plant de golf zich verticaal, of loodrecht erop uit. Een longitudinale golf is eigenlijk, bijvoorbeeld bij geluid, als de trilling zo is, dan plant die golf zich ook zo voort, in diezelfde richting. Dus parallel aan de trillingsrichting. De tweede vraag die je moet stellen is het een lopende golf of een staande golf? Nou, wat ik net heb gezegd, geldt voor lopende en staande golven, maar voor staande golven heb je ook nog resonantievoorwaarden. Heb je namelijk een dicht-dicht systeem of een open-open systeem, dan is de lengte een veelvoud van een halve golflengte. Er passen dus meerdere halve golflengtes in. En de frequentie van de grondtoon en de boventonen is dan een veelvoud van de grondtoon. Dus als de grondtoon 100 Hz is, dan is de eerste boventoon 200 Hz, de tweede 300 Hz, de derde 400 Hz enzovoort. En in een plaatje ziet het er zo uit. Dit is een of andere lengte horizontaal. En daar past dus een halve golflengte in, daarboven. Of twee halve, in het midden. Of drie halve, enzovoort. Dat is dus die resonantievoorwaarde. Nou, wat is nou hier nog opvallend? Aan de uiteinden zijn er knopen. Daar trilt die snaar niet. Laten we even aannemen dat dit een snaar is. En bij de grondtoon heb je in het midden één buik. Daar trilt die snaar heel heftig. Dat is de buik. Bij de eerste boventoon komt er één knoop bij, met daarbij dus twee buiken. En bij de tweede boventoon krijg je er twee knopen bij en dan drie buiken erbij. Dus het aantal knopen, als ik even de uiteinden weglaat, maar het aantal knopen daar in het midden, bepaalt dus de hoeveelste boventoon er is. Eerste boventoon is één knoop, tweede boventoon is twee knopen, enzovoort. Maar je kunt ook een systeem hebben dat open-gesloten is, open-dicht. Dan is de lengte van de buis of snaar of wat dan ook een oneven veelvoud van een kwart golflengte. Dus 1 kwart, 3 kwart, 5 kwart enzovoort. En de frequenties zijn dan oneven veelvouden van de grondtoon. Dus als de grondtoon 100 Hz is, dan is de eerste boventoon 300 Hz, de tweede boventoon 500 Hz enzovoort. Daar heb ik ook weer een plaatje bij. Hier zie je een luidspreker boven een open buis die ondergesloten is. En schematisch is daar weergegeven hoe de luchtdrukverdeling varieert. Dus wat de amplitude van de luchtdruk is in die buis. Bovenin varieert die luchtdruk niet zoveel, want de lucht kan daar vrij bewegen. Dus de luchtdruk kan daar niet echt opbouwen. Maar onderin die buis kun je je voorstellen dat de lucht daar samengeperst wordt. En dat daar een sterke trilling is en dus een grote amplitude in de luchtdruk. Dat is dus hier weergegeven met zo'n rood golfje. Of bij de grondtoon is dat een kwart golflengte. Bij de eerste boventoon is dat 3/4. Moet je de video maar even pauzeren en dan kun je dat natellen. En bij de tweede boventoon is het 5/4. Nou, wat valt hier nou weer op? Bovenaan heb je dus knopen. Onderaan heb je buiken. En bij de grondtoon heb je gewoon een knoop en een buik. Dat is een kwart. Past daar dan tussen. En bij de eerste boventoon komt daar één knoop bij en één buik. Bij de tweede boventoon heb je twee knopen en twee buiken, enzovoort. Dus ook hier geldt het aantal knopen, als ik even dat bovenste knoop weglaat, het aantal knopen geeft aan de hoeveelste boventoon het is. Ik hoop dat dit een handige samenvatting voor je is van dit domein. Het is goed om dit te leren en toe te passen bij de verschillende opgaven die terugkomen in het examen. Oké, nog even wat over trillingen en wat voor soort opgaven je kunt verwachten. Veel voorkomende situaties zijn massa-veersystemen. Heb ik net al laten zien, dat gewichtje aan een veer. Daarvoor heb je een formule. Een slinger is ook een trilling. Dat is ook iets dat heen en weer gaat periodiek en ook weer in een evenwichtstand, door een evenwichtstand komt. Daar hoort wel een formule bij, maar die hoef je niet te kennen en te hanteren. Dan nog een paar tips. Vaak wordt er niet een hele periode gegeven. Dan moet je zelf goed bedenken wat dan de hele periode is van het proces. Het kan ook zijn dat je de periode moet bepalen uit een grafiek. Lees dan meerdere periodes af, want dat is nauwkeuriger. En er is vaak een verband met kracht, arbeid en energie. Bijvoorbeeld bij een massa-veersysteem is dat voor de hand liggend, want er is een veerkracht die op dat gewicht werkt. Maar ook daar heb je natuurlijk te maken met bijvoorbeeld kinetische energie van het gewichtje dat heen en weer beweegt. En je hebt dus resonantie. Als de massa die aan een veer hangt
op dezelfde frequentie wordt aangedreven als de frequentie van dat massaveersysteem, dan gaat het steeds heftiger trillen en dat noem je resonantie. Oké, hier is een eerste voorbeeldopgave, de slinger van Wilberforce. Ik zal even een filmpje laten zien daarvan, wat dat nou eigenlijk is. In dit filmpje zie je die slinger van Wilberforce. Als je hem een beetje naar beneden trekt, dan gaat hij bewegen. En die op- en neergaande beweging gaat langzaam om in een roterende beweging van het gewicht. En op een gegeven moment gaat het roteren weer terug in een op- en neerbeweging. Dat zie je hier in dit filmpje. Ik zal nu de opgave laten zien. Pauzeer de video, maak de opgave eerst zelf en kijk dan even verder. Oké, de uitwerking van de eerste vraag. Streep altijd weer even aan wat er van belang is. Bijvoorbeeld hier een massa van 2,8 kilogram, de veerconstante en het feit dat die 9 centimeter omlaag wordt getrokken. Bereken naar de kracht van de veer die dan op het blok werkt. Oké, dit zijn even de gegevens. Maar bedenk ten eerste, dat heb ik net gedemonstreerd, dat het gewichtje al aan die veer hangt. Dus die wordt al een beetje uitgerekt. Dat is dus een kracht gelijk aan de zwaartekracht. En vervolgens trek je dat gewichtje nog een stukje verder, met dus 9 centimeter in dit geval. Er zijn dus twee krachten. Die trekkracht, die bereik je met CQU, en de zwaartekracht van het gewicht dat eraan hing, die bereik je met M keer G. Als je dat invult, let dan goed op de significantie, dan kom je op 32 newton. Nou, voor die tweede vraag is vooral die frequentie van belang. Nou, frequentie heeft te maken met deze formule. Dit is dan de periode van het massaveersysteem. Dat is 1,5 seconden als je het invult. En daarmee bereken je de frequentie. 1 gedeeld door de periode is de frequentie. En dat is dan 0,67 hertz. Dit is de eigen frequentie, ook wel genoemd, van een massaveersysteem. Waar kon je hier de punten voor krijgen? Gebruik van CQU. F4 is CQU. FZ is MKG, is een ander punt. En dan het completeren, die 32 newton, dat was het derde punt. Voor de tweede vraag, het gebruik van de periode voor massaveersysteem. F is 1 gedeeld door T. En ook daar weer het completeren. Dan de slinger van Wilberforce, vervolg van deze opgave. Opnieuw, pauzeer de video, lees de vraag en maak hem eerst even zelf. Oké, de uitwerking van deze vraag, vraag 3, bedenk daarvoor dat je hier zit te kijken naar de hoek. Hè, dus de hoek waarmee dat gewicht draait. En er is te zien dat die op een gegeven moment niet zo heftig meer heen en weer draait. Dus de uitwijking is klein geworden. Dat betekent dat die rotatie-energie eigenlijk, die is verdwenen, die is minder geworden, maar energie kan niet zomaar verdwijnen. Dus waar is die energie gebleven? In het op- en neer bewegen. Dus op deze twee tijdstippen, bij 12 en 42 seconden, daar roteert hij bijna niet. Dat betekent dat hij daar heftig op en neer gaat. Dus dan beweegt hij vrijwel alleen verticaal op en neer. Nou, voor vraag 4 moet je de draaifrequentie uit die grafiek halen. Dan zie je een heleboel periodes. En dat kan je nooit nauwkeurig aflezen als je maar naar één periode kijkt. Dus de tip is, had ik net al gegeven, lees er meerdere af. Dit zijn 25 periodes, als je dat goed afleest. En 25 periodes die lopen van 10 tot 47 seconden. Dus dat duurt 37 seconden. De periode is dan 1,48 seconden en de frequentie 0,68 hertz. Ja, is er dan sprake van resonantie? Nou, dit is dezelfde frequentie, of vrijwel dezelfde frequentie als bij vraag 2. En vaak, als je twee systemen hebt die met eenzelfde frequentie kunnen gaan trillen, gaan bewegen, ja, dan krijg je resonantie. Dus zeker wel, er is resonantie. Hier kon je punten krijgen voor het aflezen van die periode, maar wel nauwkeurig. Minimaal 9 periodes moest je aflezen. Het berekenen van de frequentie, het opmerken dat die gelijk of vrijwel gelijk is aan die frequentie bij vraag 2 en dan de conclusie dat er resonantie is. Oké, lopende golven. Die komen veel voor bij licht, elektromagnetische golven, bij geluid en bij watergolven. Tips? Zelfde formule als ik net heb laten zien. F keer lambda is de golfsnelheid, die is constant. Maar let op, gebruik de juiste snelheid. Ook bij golven heb je een frequentie
elk punt gaat trillen en doet dat met een frequentie van 1 gedeeld door t, de periode. En bedenk dat de trilling zich voortplant van A naar B, maar de materie die beweegt niet. Die beweegt wel, maar die gaat niet van A naar B. Heb ik net met die lange veer laten zien. Die veer blijft zo ongeveer op zijn plek, maar dat pulsje dat gaat door die veer heen. En dan heb je dus longitudinale of transversale golven. Hier heb ik ook weer een voorbeeldopgave. Die heb ik zelf gemaakt. Er komt niet zo heel vaak iets voor met fases namelijk. Dat heb ik in deze vraag gestopt. Ik laat de vraag zien. Pauzeer de video weer en maak de vraag eerst zelf. Oké, hoe los je deze vraag nou op? Vraag 1. Wat is er belangrijk? Het is een radiosignaal en het komt van de zon. En klaarblijkelijk gaat die naar aarde. Het beweegt. Dus je mag hier ook gebruiken S is VKT. Het is een lopende golf en daarvoor geldt dat die een bepaalde afstand aflegt in een bepaalde tijd. S is VKT. De golfsnelheid is de lichtsnelheid, minus tabel 7. De afstand tot de zon vind je in Wieners tabel 32c. En dan is de tijd de afstand delen door de snelheid. En dan vind je 499,0 seconden. Let op de significantie. De beperkende factor is hier de afstand aarde-zon. Die is in Wieners in 4 cijfers gegeven. Dus je moet ook hier je antwoord op 4 cijfers afronden. Oké, voor vraag 2 is die 10 meter van belang. Die antennes zitten op een afstand van 10 meter van elkaar. Het signaal heeft een frequentie van 20 megahertz. En het gaat om faseverschil. Dan vind je deze formule in BINAS. In BINAS wordt die faseachterstand genoemd. Delta V is delta X, het positieverschil, delen door de golflengte. Die hebben we niet, maar die kunnen we berekenen uit de frequentie met deze formule. En dan vind je een golflengte van 15,0 meter. En dan is het faseverschil 0,67. Geen eenheid, want je deelt een lengte. Delta x door een golflengte, ook een lengte in meters. En dan heb je geen eenheid. Je kunt hier een punt krijgen voor het gebruik of opzoeken van de lichtsnelheid. En het completeren bij de eerste vraag. En bij de tweede vraag voor het gebruik van de formule voor faseachterstand. Het gebruik van de formule voor golf, lengte en frequentie. En voor het completeren. Nou, tot slot staande golven. Die komen veel voor bij muziekinstrumenten. Probeer altijd grond- en boventonen te tekenen, zoals ik net in die samenvatting heb laten zien. En die resonantievoorwaarden, je vindt de formules in BINAS, die heb ik niet samengevat, want ik vind het makkelijker om te onthouden dat ik te maken heb met veelvouden van een halve golflengte of oneven veelvouden van een kwart golflengte. En dan teken ik dat en dat los ik dan op. Vind ik makkelijker, maar volg een vaste aanpak die voor jou werkt. Dan weer een voorbeeldopgave, de sopraansaxofoon. De vraag gaat over Mauro en zijn vriend Stef. Die bespreken de toonvorming van een sopraansaxofoon. Dit is een sopraansaxofoon. Heb je verder niet echt nodig. Die haal ik weg. Hier is de vraag. En pauzeer dus nu de video. Oké, voor de oplossing weer. Hè, moet je een frequentie bepalen. Want je hebt in figuur 3 frequenties. En ik heb dat net ook al laten zien. Ik heb hier 9 periodes afgelezen. Die duren 0,042 seconden. Eén periode duurt dus 4,76 milliseconden en de frequentie is dan 210 hertz. Ja, komt dat nou overeen met de literatuurwaarde? Die staat in figuur 3. Dus gaan we daar kijken bij de lengte van de saxofoon. Die is 66 centimeter. Dat heb ik hier met het rode pijltje aangegeven. En dan vind ik twee frequenties voor de grondtoon. Namelijk 130 hertz en 260 hertz. Ja, dat komt niet overeen met de berekende waarde. Dus de conclusie is inderdaad dat geen van beide hypothesen bevestigd wordt door deze gegevens. Je kon hier een punt krijgen voor het bepalen van de periode, het berekenen van de frequentie en het aflezen van die twee frequenties. Je hoeft hier dus niet eens echt te concluderen dat het niet overeenkomt, want dat stond eigenlijk al in de vraag. Vervolg van deze opgave, dat is hier vraag 2. Lees hem weer, pauzeer de video. En ga dan pas verder. Het gaat hier om boventonen. De frequenties van de grond en boventoon is gegeven. En hypothese B was, het is een buis met twee open uiteinden. Wat je dan moet doen is bedenken, wat geldt er voor de frequenties van die grond en boventonen? Nou, voor de saxofoon, dat is figuur 4, kun je aflezen dat de grondtoon en dan de boventonen zich verhouden als 1 staat tot 2, staat tot 3, staat tot 4. Het is 200.
iets meer dan 200, dan iets meer dan 400, 600 enzovoort. En dan moet je opmerken dat een open gesloten systeem heeft veelvouden of frequenties die verhouden zich als 1 staat tot 3, tot 5, tot 7. Nou, dat is het dus niet. Maar bij een open-open of gesloten-gesloten systeem heb je inderdaad veelvouden die zich net zo verhouden als die voor de saxofoon. Dus die hypothese wordt hierdoor ondersteund. Een punt voor het aflezen of opmerken dat die verhoudingen van de frequenties bij de saxofoon zich zo verhouden. En hetzelfde voor open-gesloten systeem en voor open-open of gesloten-gesloten. 3 punten. Ja, dit was alweer de examentraining over trillingen en golven. Ik hoop dat die geslaagd was. Heel veel succes bij het examen en geef je docent het nakijken.